Hey, wat leuk dat je wil kijken of dat je makkelijker de maand rondkomt met een basisinkomen. Daarvoor is dit spel gemaakt door een aantal studenten, vrijwilligers, om met elkaar in gesprek te gaan wat een basisinkomen zou betekenen. In de doos zitten de spelregels, er zit ook het spelbord in en een zakje met de nodige onderdelen, de verschillende kaartjes. Er zit ook geld in van de bank, dus je wijst ook iemand aan die de bank is. De kaartjes op het bord, werk, vrije tijd. Er zitten ook pechkaartjes bij en gelukskaarten. En je kunt gelukspunten verdienen. En degene die als eerste 7 punten heeft verdiend, heeft het spel gewonnen. Of degene met de meeste punten na een uur spelen. Pak een aantal muntstukken als pion voor de verschillende spelers. En degene, de jongste mag beginnen. Die gooit 3. 1, 2, 3. En die begint met een gelukskaart, omdat het gele vakje staat. Er zitten keuzes in. Nou, en met de keuzes die je maakt, verdien je een gelukspunt of niet. Ga met elkaar in gesprek. Speel het spel. Kijk wat het voor jou betekent, zo'n basisinkomen. En daarna mag je het spel weer doorgeven aan de volgende die het kunnen spelen. Dus dan is het weer allemaal verzamelen in het zakje. Het spelbord en de spelregels gaan weer terug in de doos. Het vraagt even wat zorgvuldigheid bij het sluiten van de doos. Even een beetje vouwen. En dan zijn we nieuwsgierig naar de ervaringen die het je brengt. Dus die kun je achter op de doos opschrijven, zodat de volgende speler weet wie het spel allemaal al gespeeld hebben, waar die geweest is. Je kunt hem ook op de website de maand rond je ervaringen achterlaten. Wij zijn nieuwsgierig. Veel plezier met spelen.